Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee in de winkel. Ik ga echt lekker veel doen. Veel bloemen maken, veel boeketten maken. Dus ga ik gezellig mee. Goedemorgen, ik ga aan de slag met rauw werk. Ik denk, jullie vinden dat heel interessant om te zien, dus ik denk, neem jullie gewoon mee. Ik ga nu een hart maken, een wat kleiner hart, maar een heel mooi compact hart. Dus ik zal jullie dit laten zien. Nou, dat was weer mijn dagje. Het was een druk, maar lekker dagje. De zon scheen ook, dus dan word je gelijk echt een ander mens van. Het is echt, gewoon een fijn dagje. Maar nog wat fijns. Ik krijg weer een pakketje van Chiquel binnen die ik aan jullie laat zien. En ik hoor dat ze, en ik zie, jullie sturen mij berichtjes van, goh, ik heb wat leuks besteld omdat jij het elke keer aan hebt. Heb je een keer wat leuks besteld naar aanleiding van shoplog? Ik vind het heel leuk om te horen wat jullie leuk vinden. Ik heb ook weer een kortingscode, Kalijn25. Krijg je weer 25% korting op de collectie. Dus dat is natuurlijk gewoon superleuk. Superleuk, zoals jullie weten. Ik pak het even uit en ik laat jullie het even zien. Zo, mooi plekje hier zo. Dit keer heb ik echt weer wat andere items als normaal. Jullie zien mij natuurlijk heel veel in de kleding hier in de winkel. Want ik draag het ook echt heel veel hier. Omdat ik hun kwaliteit gewoon echt heel goed vind. Ik kan het echt wel 10 keer wassen en het blijft nog goed. Maar het is ook heel lekker warm. En ik heb nu wat items. Die ga ik ook heel veel hier in de winkel dragen. Dan moet ik soms zeggen dat ik soms haast zonde vind. Maar dit is echt, ik zag eerst, dit is mijn favoriet. Dit is een jasje. Wat geblokt is. En dat soort jasjes draag ik hier heel veel. Het is lekker warm. Vooral over een trui of wat dan ook. Doe ik erop los. En ik heb zoiets ook in andere kleurtjes. Dus daar hebben jullie vast al eens in gezien. Maar deze is echt heel tof. En lekker warm, want het is een beetje zo, ja, vliesachtig. Blij mee. Dan heb ik nog een leuke kooltrui. Nou, dat draag ik hier ook altijd. Dat zien jullie heel veel. Een heel leuk kleurtje. Een beetje voor het van je voorjaar. Een beetje lila. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien in het licht. Nou, dat is altijd goed. En voor op een vrije dag een hele leuke blouse. En deze vind ik zelfs ook heel leuk op een witte broek. Op een witte broek in het weekend. En vaak knoop ik dat dan op. Oh, ik ben echt niet handig bezig. Die ik echt super leuk vind. Dus daarvan zal ik ook even een fotootje laten zien. Ik hoop dat ik hier een fotootje van kan laten zien. Laat ik hem niet zien, dan pas ik hem niet. Dus dan weet je dat. Maar dan valt hij echt wel klein. Maar misschien dat het toch wel goed zit. Goed, met de kortingscode Kalijn25 krijg je 25% korting. Op een webshop. En ik zet de linkjes hieronder in de beschrijving. Goedemorgen, het is maandag. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Normaal gesproken is maandag de winkel dicht. Er zijn we gesloten. Maar ik heb aardig rouwwerk. Dus ik ga zo aan de slag met rouwwerk. En ik weet dat jullie dat graag willen zien. Dus ik dacht, ik neem jullie gewoon mee. Thank you.
Ik krijg veel de vraag van, goh, hoe bouw je nou een rouwstuk op? Hoe maak je dat? Ik heb net de druppelvorm gemaakt, hebben jullie gezien. Ik ga nu een langwerpig stuk maken. En voor elk rouwwerk dat ik maak, geldt eigenlijk dat ik eerst begin met de basis van het bladmateriaal. Als je op die manier de vorm er gewoon al goed in hebt, heb je al een hele mooie basis. En daaruit bouw je eigenlijk verder. Dus ik zet echt altijd eerst de basis helemaal op. En daarna voeg ik de bloemen toe. Daarnaast let je er zelf even goed op dat je de vorm er goed in houdt. Als je één bloem eigenlijk iets verkeerd steekt, haal hem eruit en zet hem op een goede plek opnieuw erin. Want je moet echt zorgen dat je die vorm strak houdt en die er ook goed in houdt. Dus dat is eigenlijk waar ik eigenlijk heel goed op let. En op de verdeling natuurlijk, dat die ook mooi is. Ik ben hier bijvoorbeeld nu de baas aan het opbouwen. Ik maak een langwerpig stuk, dus hij is aan beide kanten gelijk. En ik ga nu de rest van het bladmateriaal toevoegen. Zoals je kan zien heb ik nu de basis onderaan wat betreft het blad opgebouwd. En nu ga ik beginnen om het aan de bovenkant te vullen met bladmateriaal. Zoals je kan zien heb ik nu het bladmateriaal opgebouwd. Vaak doe ik dat door middel van de strikjes. Hier staat wel een video van online als je het ook wil leren. En zoals je ziet heb ik nu de vorm er al mooi in. Dan ga ik nu de bloemen eraan toevoegen. En daarmee vul je hem natuurlijk helemaal op. En daarmee bepaal je de vorm en echt het bloemstuk. Maar op deze manier heb je echt een goede basis. En dat is wel echt heel belangrijk. Zo, het is ondertussen avond, al best wel laat, volgens mij is het al 9:30 of zo. Ik heb net deze leuke video opgenomen. Als jullie deze vlog kijken, dan staat hij al online. Weet ik niet of hij nog beschikbaar is. Maar natuurlijk super leuk om te kijken, want het is een heel apart bloemstuk. Ik ga nu opruimen. Morgen begint de werkweek in de winkel eigenlijk weer. Al is dat mij vandaag ook wel zo, maar goed, dan is de winkel weer open. Dus ik ga nog even wat voorbereidend werk doen nu en dan gaan we morgen weer aan de slag en neem ik jullie morgen weer mee. Goedemorgen, het is dinsdag 8 februari en dat betekent dat ik jarig ben. Vandaag mag ik 28 kaarsjes uitblazen, dus we gaan het een klein beetje vieren, maar we zijn gewoon natuurlijk lekker aan het werk. Dus ik neem jullie gewoon weer mee in de winkel, we hebben heel veel bestellingen en we hebben het buiten echt heel mooi volstaan met allerlei voorjaarsbolletjes, dus dat is ook vrolijk. Hopelijk gaat het zonnetje nog even schijnen. Dus kijk vandaag weer gezellig mee. Ik ben nu de bloemendraad inzetten. Het staat nog niet helemaal vol. Maar daar ben ik nog mee bezig. Ik doe dit nou in het roze. Nou, dit is wit en dan een beetje wat zachter geel. En daar komt oranje en rood tinten. Dus en ik krijg vandaag ook een hele grote vracht weer binnen. Dus ik heb er weer zin in. Zo, we hebben ondertussen een vracht binnengekregen. Ik heb daar mooie tulpjes, allerlei kleuren. En mooie plantjes hebben we binnengekregen. Ik zou je ook in te pakken. Hier staan ook allerlei bloemen. En dan heb ik aan deze kant ook nog allerlei bloemen. Dus die gaan we gauw aansnijden en op water zetten en in de winkel zetten. Zodat alles er weer mooi strak bij staat. Oh ja, ik heb hier nog leuke plantjes binnengekregen. Oh, mondkapje ervoor. Daar staan ook nog wel mooie plantjes. Dus er is weer genoeg keuze. Het is ondertussen de volgende dag en ik zou eerst niet zoveel pakketten hebben, maar er kwam toch nog heel veel binnen. Dus we zijn, ik ben gewoon lekker aan het inpakken. Ik zeg altijd we, maar ik bedoel ik. Dus die staan zo allemaal klaar, die kunnen naar het postpunt gebracht worden. En morgen laat ik jullie weer meer zien in de winkel. De winkel staat weer mooi vol met bloemen. Alles staat er weer heel mooi bij. Mooi vol, zoals op de grond, want het past er allemaal niet op. Dus eigenlijk alles lekker op orde. En we gaan het weekend voor Valentijn in. En ik denk heel eerlijk gezegd dat heel veel mensen, mannen, daar hopen we natuurlijk op, dat die denken van dit jaar gaan we dit voor het weekend doen. Omdat Valentijn valt natuurlijk op maandag. Ik denk dat het eigenlijk zaterdag ook al heel erg druk wordt. Daar ga ik er in ieder geval van uit. Dus we gaan de winkel mooi vol zetten en dan zal ik jullie ook veel bloemwerk en zo laten zien. Dus morgen zien jullie mij weer.
is ondertussen het eind van de dag. En ik had opeens een leuk idee. Want ik dacht, als we een vlog hebben, is het ook leuk als we een leuke aanbieding hebben. Dus vanaf nu komt er in elke vlog. Dus je hebt de DIY's. En daarnaast komen dus de extra vlogs online. Een leuke aanbieding. En daar ga ik nu ook mee aan de slag. Dit mooie natuurlijke frame. En ik weet dat jullie dat heel leuk vinden. Dus ik denk, ga er even een leuk ideetje mee opdoen. En dan kan je de ondergrond eventueel losbestellen in onze webshop. Dat kan via www.ulenlijmlemis.nl. Dus ik ga er wat leuks van maken. En dan weten jullie dat dit de aanbieding van deze week is. Je kan hier natuurlijk heel veel leuks in doen. Je kan hier ook leuke oase in doen. Je hebt hier glaasjes die je erin kan doen. Leuk met een kaarsje. Maar wat ook leuk is, is om met bolletjes te werken. En bijvoorbeeld zo'n leuk vetplantje. Het blijft lang houdbaar. Ik ga deze mosjes nou oplijmen. Hier heb ik het zand afgehaald. Dus dat geeft ook een leuk effect. En dan ga ik wat mosjes nog. Ik heb nog wat Tillandsia plantjes. Die lijm ik erop. En dan nog van de houtslingers. Dus die staat ook los in de webshop. Dus dat kan je eventueel allemaal los bestellen mocht je dat leuk vinden. Zo, de dag zit er weer op. Alle bloemen staan er mooi in. Kijk dan, wat een pracht. Laat al die mannen maar komen voor Valentijnsdag. Wij zijn echt helemaal klaar voor. Dus ga morgen heel veel boeketten maken. Dat zien jullie in de volgende week vlog. Dus ik hoop dat jullie weer leuk vonden. De aanbieding is dus te bestellen via www.ulenlijmlemis.nl. En ik zou dus elke vlog een leuke aanbieding doen. En ik hoop dat jullie het weer een leuke en leerzame vlog vonden. Het was volgens mij heel divers van rouwwerk tot boeketten, van inpakken, heel veel inpakken. Maar goed, dat hoort er ook bij. Tot heel veel bloemen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zien jullie bij de volgende keer weer. Doei!